bij ons na de wedstrijd KSK Heist, Excelsior Virton, einduitslag 2-1. Yannick Rijmenans, matchwinnaar, 2 doelpunten gemaakt. Vooral de tweede ging er heel lekker in, een fantastische pegel. Kan je de doelpunten nog even beschrijven? Bij het eerste doelpunt zie ik dat Jorren op doel gaat schieten. En ik sta op een of andere manier rechts voor. Ik weet niet hoe dat ik daar kwam, maar hij schiet dus. En ik denk van ja, misschien is het een beetje een gekraakt schot. Dus ik volg aan de tweede paal. En ja, die bal die komt gewoon tegen mijn beenkaart. En die was gewoon erin te tikken. Dat was een simpel doelpunt. En het tweede doelpunt wordt hier een heel goed duel gewonnen van Bram Kriel. Die verlegt op Webers. Webers houdt goed overzicht naar de andere kant. Die verlegt op mij.